Dan wil ik nu het woord geven aan Martijn. Alsjeblieft. Dankjewel, Wouter. Voordat ik hier een kort verhaaltje ga vertellen, wil ik eerst even Wouter en Olaf bedanken voor het weer organiseren van de Ridderparadedag, de 19e editie alweer. En dat jullie toch weer met een hele club aanwezig mogen zijn. Ik ben ze elk jaar weer dankbaar dat ze dit allemaal voor elkaar boksen. En dat vind ik zelf wel een applausje waard eigenlijk. En dan zijn we er nog niet. Ook graag een applausje voor de dames van Desto, die ons weer wilt ontvangen. Ja, 19e editie, 17e waarbij ik aanwezig ben. En als ik een beetje naar buiten kijk, moet ik terugdenken aan de eerste keer dat ik erbij was, in 1990. Toen goot het van de regen en nu waaien we bijna weg. Er zijn nog een paar doeken weggewaaid erachter, dus fijn dat we binnen kunnen zitten. Ik zou mij voorstellen, ik ben Martijn Bierkert, 37 talent John en ik kom uit Zwolle. En ja, ik ben vandaag gevraagd om een korte verhaaltje te houden. En toen ik daarvoor werd gevraagd, dan had ik iets. Nee, dat vind ik eigenlijk wel een eer. Als je weet welke namen ik allemaal voor me zijn geweest, denk je van ja, toch erg leuk om te doen. En leuk om gevraagd te worden. Ik hou me met van alles nog wat met hitlijsten bezig. En het begon allemaal al toen ik zo klein was. Ik heb heel veel bezig met cijfertjes toen ik 3-4 was. Muziek vond ik altijd wel leuk. Ja, de ellende begon in 1990. Ik kreeg mijn eerste radiootje. Maar je gaat luisteren. En dan is er op donderdag een nationale hitparade. Op vrijdag een top 40. Hey, leuk, muziek en cijfertjes. Nou ja, dat leek ik op vrij snel een hitparade op. En voor het eerst was ik bevangen door het virus dat hitlijsten heette. Maar het duurde nog een jaar voordat ik er überhaupt achter kwam dat je die blaadjes ook in de winkel moet krijgen. Ja, een buurjongetje die op de lijstjes ligt. Hé, dat is wel interessant natuurlijk. Mag ik er ook een? Ja, toch genoeg. Dus na een paar weken zegt hij, ja, het is leuk dat je hem ook weer bij mij krijgt, maar wie ze hem zelf ook kan halen? Nee. Nou, prima. Ik loop elke week naar het dorp toe en mijn lijstjes halen. Ja, en zo is alle ellende begonnen en heb ik inmiddels vele kilo's. Sommigen zeggen oud papier, maar een heleboel toffeerde plaatjes inmiddels op de kop getikt. En eind van het jaar kreeg je een puntentelling in de jaarlijst. Ja, hoe werkt dat? Geen flauw idee. Nou ja, ze zeiden vaak eens op de radio, je gaat aan de kroeg lopen optellen en aftrekken. En alle liedjes, 300 stuks die dat jaar genoteerd stonden. En uiteindelijk kom je erachter en ga je zo op eigen lijstjes maken dat je denkt van, heb ik überhaupt nog tijd over naast mijn lagere school? Maar ja, je begint in 1990, pas 1996 kwam er een CD-ROM uit. Ja, je had dan een hitdossierboek en in die CD-ROM is dan een leuke database. Je werd op de computer gezet, Microsoft Access, en je had toegang tot alle hitlijsten die je maar wilde. En ik vond statistieken wel leuk. Dus ik had alle statistieken uit de database trekken, een beetje Access zelf geleerd. En toen 2-3 jaar later internet een beetje echt op kwam zetten en ik eigen homepage kon gaan maken. Ik ben net student geworden. Ja, toen begon ik een top 40 website en dat was eigenlijk op dat moment de eerste, nou ja, misschien een enkele lijstje neerzetten, maar voor de rest de eerste uitgebreide hitparade website in Nederland. En dan vrij snel ging ik ook allerlei hitfeitjes neerzetten bij de actuele top 40. Hoeveelste hit is van een artiest, iemand maakte grote sprongen. Zeker in die tijd, 1999, 2000, toen de Airplay erbij kwam, maar je had een paar hele grote sprongen. Nou ja, dat was interessant voer. En al vrij snel kon ik een gratis, free for life, zeiden ze, een .com adres hebben. Nou ja, hitlijst.com was nog niet bezet. Dus ja, die kon ik mooi gratis hebben. Ja, totdat het bedrijf in Amerika failliet ging, dan is free for life toch vrij kort. Dus toen kwam ik op een TMF web account. Dat is oud. top40.tmfweb.nl. Nou, hartstikke leuk. Mensen wisten me te vinden en ook op Ridderparadedag werd ik aangesproken, omdat ik kennelijk interessant materiaal had over leuke dingen, kon vertellen, feitjes wist. En in die tijd, 2000-2001, ging ik me ook toeleggen op de credits. Mede aangespoord door Jeroen Hogers, die hebben we al een vrij lange tijd hier niet meer gezien. Nu had ik letterlijk elke top 40 een tipparadeplaat die er maar is geweest, die had ik verzameld. En die haalde van die hoesen, haalde die alle credits af van wat stond er allemaal op. Nou ja, daar ging ik me ook voor toeleggen, leek me wel interessant. En dat was weet je echt hoeveel hits iemand heeft gescoord. Niet alleen op basis van de 20 exemplaren, dus van heus niet altijd alles goed op. En langzamerhand wist ik soms wat invloed te krijgen bij de samenstelling van de lijsten.
En heikel punt was een superstripregel. Want als een plaat een superstrip had gehad, mocht hij niet gaan zakken de week erop. Alleen in 2000 of 2001, wat zal het zijn geweest, 2001, was er een keer een situatie dat een plaat op nummer 1 stond in de top 40, die helemaal niet nummer 1 mocht zijn. Ze stelden een lijst samen en dat was de populairste plaat was niet de populairste plaat van die week. Dat had te maken met Angel van Shaq. Die was binnengekomen op nummer 1. Maar de week erop had eigenlijk Lady Marmalade op nummer 1 moeten staan. Dat kon je zien op basis van alle cijfers die in de tijd ook van GFK kwamen. Die stelden terwijl het op 40 als de 1900 samen. En op basis van die cijfers kon je gewoon 100% zeker zeggen: hé, hey, Lady Marmalade moest nummer 1 zijn. Heb ik destijds ook eigenlijk zwart op wit toegegeven gekregen van GFK. En toen is er een discussie gekomen intern en hebben ze gezegd: oké, okay, superstripregel willen we op zich wel houden, maar we stellen hem vrij voor de nummer 1 positie. Nou, 2 maanden later of zo kreeg je hetzelfde met Elevation van U2. Ging van 9 naar 1, maar de week erop mocht hij toch zakken, zodat Herman Brood op nummer 1 kon komen. Ja, nou ja, dat is leuk, heb je wat invloed. En toen kwam het einde van mannen toe, met de sponsoring. En opeens was het op 40 nergens meer op internet te vinden. Want ging je naar wannetop40.nl, dan kreeg je van alles, maar geen Nederlandse top 40. Mensen gingen googlen, die kwamen bij mij uit, alleen zegt Team Meffer: ja, je hebt een maximum aantal traffic op een dag dat je mag hebben op je gratis account. Dus dan gaan we hier weer een dagje plat. Nou ja, dat is natuurlijk niet wenselijk. En toen was er een bezoeker die zei: nou, ik heb een hostingbedrijfje en je krijgt van mij top40web.nl, lijkt op top40.nl. En op die manier kan je je website voortzetten, want ik maak er ook veel gebruik van. Nou ja, en op die manier is top40web ontstaan. Volgens mij bestaat die onder die naam inmiddels al zo'n 15 jaar. En een jaartje later kreeg ik best een mailtje, best wel van Diepen. Ik denk, er zit iemand zit een geintje te maken of zo. Ik kwam ook van de privé-mailadres af ook, dus niet eens van de 538-adres. Ja, die was al koekelend bij mij terechtgekomen en die zegt: van, heb je zin om eens een keer langs te komen? Ik ben geïnteresseerd. Nou, als je zo aan de 40 lijstje bezig bent, ja, tuurlijk wil ik bij 538 langskomen. Nou ja, voor ik wist zat ik er in de studio. Een heel leuk gesprek gehad en voor je het wist, ja, ging ik elke week eigenlijk bij 538 feitjes aanleveren. En op die manier wisten ook veel mensen ja, mijn naam ergens van te herkennen. En in dezelfde tijd was het ook de tijd van de 2000ste top 40. En de stichting top 40 was op dat moment, kreeg hun informatie voornamelijk nog van de statistieken van Johan van Sloten. En Johan van Sloten, zonder dat ik verder een mening of zo over hem wil geven, die vond dat het top 40 van 26 december 1970 niet meetelde, omdat geen nieuwe top 40 was geweest. Het gevolg was dat de hele alle tijdlijst anders was dan wat er in alle publicaties was gepubliceerd. En dat ook de telling voor de hoeveelste top 40 het is, verkeerd liep. En 538 die zei van: ja, we zijn het helemaal met je eens, het klopt ook. Alleen, ja, we moeten toch aanhouden wat de stichting top 40 ons doorgeeft. En dus is eigenlijk een week te laat hebben ze een feestje gevierd voor de 2000ste top 40. Later is het rechtgetrokken, de stichting top 40 heeft uiteindelijk afscheid genomen van Johan van Sloten. Mede op basis van reële argumenten besloten de top 40 sowieso dus wel mee te tellen. En hebben we een tijdje terug de 2500ste top 40 in ieder geval in de juiste week gevierd. En ja, bij 538 is een uitzending van de top 40. Waarschijnlijk zullen een aantal van jullie wel eens een keer in de studio zijn geweest. Is echt helemaal strak geregisseerd. Er staat echt helemaal zwart op wit een draaiboek van hoe gaat die uitzending, hoe zit die in elkaar, wanneer komt er een filler, wanneer komt er een single, wanneer is een presentatie en ook wat gaat gepresenteerd worden. Maar we hebben in 2004 een keer gehad, ik zat er notabene bij, dat er al 6, 7 seconden een filler liep, maar dat er helemaal geen presentatie was. Ja, hoe kwam dat nou? Dat had alles te maken met Wessel van Diepen. Die moest opeens wel heel erg naar het toilet. En we hadden het uitgekozen bij een plaat van nog geen 3 minuten. En we zaten al echt op ons klokje te kijken, met Zoomse en ik, van oh jee, oh jee, oh jee, 30 seconden, 20 seconden, en hij moet wel gaan presenteren. Maar ja, je gaat nu ook niet last minute het draaiboek omdraaien. Dus we zaten al te kijken, wanneer komt hij nou, wanneer komt hij nou? En ja, de filler die liep al, en dan komt Wessel van Diepen met een broek nog op zijn enkels de studio binnenrennen om te gaan presenteren. Hij mag blij zijn geweest dat in tegenstelling tot tegenwoordig er nog geen webcams live het hele internet op gingen.
Want ik denk niet dat hij dat leuk had gevonden. Ja, en naast 538, hij had al, best wel diep, had er al een vervanger voor als ze deze keer niet was, genaamd Jeroen Nieuwenhuizen. Maar die deed ook de uitzending op TMF. Nou ja, zeg ik een keer, vind ik het leuk om een keer naar de studio daar te gaan? Nou, prima. Kom je in de studio, dat zat in Brussel vlak bij het station. Ik weet even niet meer Concordia of zo die de studio zette. Ik hoor iemand ja zeggen, mooi. Nou, je loopt de studio binnen. Je denkt, oh, groot gebouw. Maar heb je in één ruimte, had je letterlijk alle decor staan van wat je maar kon bedenken wat er bij TMF van uitzendingen was. Nou, merendeel had wel gewoon één simpel achtergrondje. Dat was één live programma met, het zat ze echt een berg met goud en weet ik veel wat er allemaal was. Allemaal net spul. Je kan eigenlijk niet bedenken, je loopt gewoon 3 meter door, is een totaal ander decor van TMF. Je ziet eigenlijk alles in, nou zeg, 15, 20 seconden. En ja, met het nieuwe huis bleef ik ook veel contact houden. En toen was ik op vakantie in Salau in 2006. En opeens kregen we te horen dat Wessel van Diepen gaat stoppen. Oké, okay, leuk, dat gaat opvolgen worden. Draait me net in de club waar ik die avond kom, draait Jeroen Nieuwenhuizen. Dus ik weet hem aan te spreken en dan zegt hij, ja, het is nog totaal niet bekend, maar inderdaad, ik word de opvolger. En dat is ook weer 10 jaar geleden trouwens. Waarmee jij zometeen een van de langstlopende presentatoren van de top 40 gaat worden. En ik heb nog niet het idee dat hij al plannen heeft om te gaan stoppen. Het afscheid van Diepen, dat vond plaats bij de TMF Awards. Dat was toen nog in Heineken Musical. En hij had een hele studio laten bouwen, ergens bij de kantoren. Die waren omgebouwd tot 2 kamers en de allerachterste was een complete studio van 538. Nou, er kwamen een hoop artiesten langs, want die waren op de TMF Awards aanwezig. En op een gegeven moment is samen nog praten met Ilse Lange en opeens een hoop gedonder in die gang ernaartoe. Haar camera's erbij, presentatrice, geen idee hoe ze heet, en Ali B. Nou, die Ali B die begint echt vlak voor mijn neus een heel verhaal over ja, de allereerste TMF Awards en zo. Dat was nog ergens in de kantine van een pand ergens. En wat was er allemaal bij? Dat was nog een lekker wijf, dat waren zijn woorden. Was dat niet Tatjana of zo? En ik stond er een beetje hoofdschuddend bij, want ja, hij stond er echt gewoon een beetje uit zijn nek te praten, het grootste deel van het verhaal. En dan zegt hij, hé, maar daar staat Edwin Evers. Oké, ik geef toe, ik zag er toen net iets anders uit dan toen. Misschien leek ik iets meer op Evers, maar om nou te zeggen dat Edwin Evers was, nee. Noem maar, zegt hij, wat was het nou wel? Nou, prima, camera op mij gericht, microfoon in voor de mond. En ja, hij zegt van, voor mij was het eerder een van die meiden van het eerste uur, van Bien en zo, die had je nog meer in die tijd bij TMF lopen. Ik denk van, nou ja, weet je, dat komt toch, we hebben het toch verder niet gebruikt. Nou bleek dat al live op de televisie te zijn geweest, dan later nog een keer uitgezonden. Dus ja, Ali Bigger ging een beetje op zijn bek live op de televisie. En 2 uur later stonden we met z'n allen in een grote kantine. Het zat vol met artiesten en weet ik veel, we stonden in de rij nog om wat eten te krijgen. En opeens achter mij Ali B. En hij durfde niet meer aan te kijken, want hij wist dat hij gewoon op televisie enorm op zijn bek was gegaan. Want ik was helemaal geen Edwin Evers. En dat had hij wel erg duidelijk geprobeerd om dat toch wel zo te laten lijken. En nog een paar jaar later kwam het 2009 uit. En daar hadden we de start van de ambassadeurs van de Nederlandse top 40. Er was een mailtje rondgegaan, zijn de mensen geïnteresseerd. En ik had eigenlijk nog helemaal geen tijd gehad om te reageren. En opeens kreeg ik een berichtje. We hadden toch wel gehoopt dat je had gereageerd. Oké, leuk. Ik werd gevraagd om ambassadeur te worden. Lijkt me een leuke eer. Ga ik doen. En dat ben ik vanaf dag 1 destijds ook geweest. En zo ben ik ook in een vergadering terechtgekomen met regels van samenstelling van de top 40. Ik durf niet helemaal meer te zeggen wanneer het was, 2011 of zo, in die tijd, 2010, 2011. En er werden letterlijk alle regels die ook maar bij de samenstelling van de top 40 waren, werden besproken. Moeten we ze nog aanhouden? Dan moeten we ze gaan veranderen. Zelfs de bronnen van samenstelling kwamen ter discussie. We zaten met iemand van het bestuur van Top 40, we zaten met 538, we zaten met de samenstellers van Soundware en ik zat er namens de ambassadeurs. En toen is het nu in ieder geval afgesproken dat de regel voor minimaal 2 weken notering kwam te vervallen. Mocht iemand nou echt blijken geen recht te hebben op een 2 weken notering,
Nou, sindsdien is het een paar keer gebeurd en de meest opvallende was natuurlijk Let It Be van die kerel die Mike Massey, die het voor zijn zoontje een nummer had opgenomen van de Beatles. Nou ja, dat heeft toen 1 week op 24 en toen was de hype eigenlijk alweer over terecht dat hij na 1 week eruit viel. Een andere was dat de superstipregel kwam te vervallen. Ja, om eerlijk te zijn, met de huidige samenstelling van de hitlijsten van de top 40, hoe langzaam de markt loopt, zul je er vrij weinig van merken. Want platen die, ja, als er wel superstippen zijn überhaupt, gaan die platen nog wel verder door. Maar in theorie zou een plaat na een superstip nu mogen zakken, want die regel is, een jaar of 4, 5 geleden is die geschrapt. En kort na die vergadering ben ik eerlijk gezegd ook nog gevraagd om nieuwe samensteller te gaan worden bij de top 40. Heb ik hem overweging genomen en het is uiteindelijk niet van gekomen. Mede ook omdat ik dat niet makkelijk kon combineren met het werk dat ik op dat moment deed. Want ik moest er wel een hele maand voor vrij kunnen maken. En dat werd toch wat ergens ook problematisch. Dus uiteindelijk is dat werk toch meer ook bij Soundaware gebleven en wie dat op dit moment nog meer doen. Want een jaartje later ben ik uiteindelijk ook door diverse redenen gestopt als ambassadeur. Ik blijf op zich wel betrokken bij de top 40, maar ja, geen officiële vertegenwoordigende functie meer. En dan vraag ik, ja, wat doe ik nou wel? Ja, ik zit mede ook radio te maken. Ik heb 10 jaar lang een actuele top 25 gepresenteerd. Ben ik 2014, halverwege 2014 met mee gestopt, want de lijstjes werden wel heel erg traag. En als je dan wekenlang, maand in maand uit eigenlijk, dezelfde platen maar draait, dan begint het een beetje saai te worden, ben je uitdaging kwijt. Ik moet zeggen, met de huidige muziek wat er op dit moment in staat, ik ook niet echt blij zou worden om daar elke week 2 uur programma van te maken. Dus ik ben teruggegaan, 25 jaar terug in de tijd, naar een programma So 25 Years Ago. Elke week in 1 uur tijd, alle binnenkomers, de belangrijkste stijgers en de top 3, precies 25 jaar geleden. En dat is heel afwisselend, moet ik zeggen, deze week een plaat te binnen van Moby, van Toen Limit, volgende week Michael Jackson. En een liedje draai je in principe maar 1-2 keer, tenzij je de top 3 haalt. En dat is een stuk afwisselender dan als je nu nog een actuele hitlijst zou gaan doen. Mocht je het een keer willen luisteren, dan geef ik je straks wel wat aan hoe je het kan beluisteren. En dat is wat ik eigenlijk op dit moment voornamelijk doe. En verder kijk ik toch een beetje nog naar wat doen de hitlijsten op dit moment. Valt er ergens iets op? Dan zou ik het in ieder geval ook aan de samenstellers proberen door te geven. En op die manier hou ik me nog wel actueel in de hitlijsten. Nou, dat was eigenlijk een beetje kort een verhaaltje over wat ik zelf heb meegemaakt in het Paradeland. Ik hoop dat jullie wat interessant vonden en dank voor de aandacht.